zorgen dat ik heel terugkom. Hey. Kijk eens aan. Ja? Vergeet niet dat wij zometeen als expeditieleiding, Wilco, niet meer voor jou kunnen instaan. We staan op de top van de K2! Ik ben Wilco van Rooyen, van de Netherlands. We zijn hier niet aan het spelen in de Alpen. Dit is gewoon Himalaya. Je mag er toch van uitgaan dat iemand voor zichzelf kan zorgen. Vroeg vertrokken, 7 uur vanaf kamp 1, op weg naar kamp 2. Super mooi weer, geen wind. Straks breekt een slecht weerperiode aan. En dan trek je je haren dus uit je hoofd. Weet je de kansen niet benutten. Wilco zal maar moeten rechts op de top staan. Ja, jullie wel van, denk ik. Sowieso ikzelf. Voel je je eigen steek gelang? Dit is niet het bergbeklimmen. Dit is egoïsme. Als je wordt verraden in een vriendschap, doet dat vreselijk pijn. Nou, haalde de top ook nog. Als ik de top van een hoge berg bereik, dat is een prachtig blauw gewelf. En wat zie je dan? Dat is dat moment, daar ben je in de hemel. Kapot. Dan moet nog een stukje verder. Wat er gebeurt, kan jij iets meer vertellen alsjeblieft wat er gaande is, over?